NV Grasalco heeft vanmorgen op Bronsweg een groundbreaking ceremony gehouden. Deze ceremonie was het start zijn voor de bouw van twee identieke gebouwen, met name een goudopkoopbedrijf en een bank. De Surinaamse postspaarbank SPSB is de partner van NV Grasalco bij dit project. Na de ceremonie hebben de staf en directie van Grasalco en de DC van Brokopondo de projectbillboard onthuld. Volgens Sergio Akimboto, directeur van NV Grasalco, moet de komst van beide kantoren de dienstverlening dichter bij huis brengen voor zowel de kleine gouddelvers in Brokopondo als de rest van de lokale gemeenschap. Hoe het verloopt met dit initiatief, deze eerste fase, beogen we ook op andere strategische plaatsen van waar men langs gaat met goud, waar een goudwinning plaats kan. Natuurlijk in acht nemen met veiligheid zullen we ook onze filialen opzetten om het goud ook op te kopen. Je gaat nagaan hoe je het gaat combineren. Eén moment kan je het combineren met een servicestation, ander moment kan je het combineren met een bank instellen, ander moment kan je het combineren met een grote voorraadwinkel. Het zijn allemaal mogelijkheden die wij kunnen benutten om die kleinzalige goudsector, die we veelal zien als een groot probleem, en ver de oplossing zoeken. Het is een gegeven feit, het is een gegeven omstandigheden. In landen in de wereld komt het veel voor. Ik zei al aantallen, het is gestegen naar 40,5 miljoen dit jaar van mensen die betrokken zijn bij illegale goudzoeken wereldwijd. Wat moet je doen? Probeer daar een business van te maken. Probeer dan samen met die mensen na te denken hoe je dat ding kan structureren. En ik denk dat met dit soort initiatieven daar kleine stappen worden gemaakt in die richting om deze mensen die op zoek zijn naar broodwinning in de legaliteit en de formaliteit te brengen. Volgens Kenia Panza, burgermoeder van het district, zal dit project niet alleen voor de vergemakkelijking van de dienstverlening zorgen, maar het zal ook meer werkgelegenheid te Bronsweg creëren. Panza zegt verder dat er ook trainingen moeten komen om de mensen te leren om beter met hun geld om te gaan. Kijk, geldstroom is iets dat je niet meer kan wegdenken. En het zijn verschillende vormen van geldstroom. En het is de mensen ook trainen hoe ze met hun financiële middelen moeten omgaan. De ondernemers die eigenlijk, en investeerders die het risico niet wilden nemen om verder te investeren of te investeren in het district, die weten nu zeker van we zijn safe als de kleinschalige mijnbouw of andere mijnbouw, grote mijnbouwbedrijven, die gewoon hun goud hier ter verkoop kunnen bieden. De middelen kunnen of op de bank hier blijven, ik bedoel de SPSB, of ze worden overgeheveld naar hun bank van waarmee ze zaken doen. Wij van het district Brokopondo, het is natuurlijk dat de mensen, het is kosten besparen. Vooral het openen van een rekening, et cetera. Omdat je dat geld kan hebben. Maar als je niet weet hoe je ermee omgaat, dan zie je ook niet wat voor winst je maakt. Dus kortom, voor de bevolking is het een opluchting. U hoorde Kenia Panza, districtscommissaris van het district Brokopondo. Zij sprak vanmorgen na de groundbreaking ceremonie van NV Grasalco voor de start van de bouw van een goudopkoopbedrijf Annex Bank te Bronsberg. De officiële opening van het gebouw is gepland voor augustus 2018.